Het was een gezellig en gemoedelijk sfeertje in Apeldoorn. Ook bij de Brabantse aanwezigen, die natuurlijk al lang wisten dat de prijs binnen was. Rudy van Houts mocht voor de derde keer in zijn carrière naar voren komen. Hij hoort al jaren bij de Nederlandse top, maar de Europese titels ontbreken nog. Daarvoor is het niveauverschil nu eenmaal te groot. In Nederland hebben we gewoon wat minder bergen. En het echte mountainbiken is een zomersport die in de Zwitserse bergen of op andere locaties waar het toch serieus geklommen moet worden. En ben je als Nederlander ietsjes in een nadeel. Hoe anders is dat voor Michiel van der Heijden? Hij werd begin september op Schiphol nog binnengehaald met de regenboogtrui en de gouden medaille. Het was de oogst van het WK voor junioren in Canada. Voor hem is de uitverkiezing een echte bekroning. Het is echt een fantastisch jaar geweest voor mij. En met zo'n prijs maakt het natuurlijk wel afstand. Maar toch, Van Houts en Van der Heijden hebben nog een lange weg te gaan om enigszins in de buurt te komen van de erelijst van Bart Brentjes. De oud-Olympisch kampioen uit Schaiken is al lang gestopt, maar geldt nog steeds als het referentiepunt. Hij heeft alle grote prijzen gewonnen. Na te doen is gewoon heel moeilijk, maar ik hoef niet per se de nieuwe Bart Brentjes te worden. Ik probeer gewoon het maximale uit mezelf te halen. En ja, meer kan ik toch niet doen. Van der Heijden wordt wel een en ander verwacht, want hij lijkt met zijn wereldtitel dé aangewezen persoon om het Olympische stokje van Brentjes over te nemen. Ja, ik ga zeker ook daar mijn best voor doen. En wie weet word ik ook wel ooit zo goed. En op de Olympische Spelen is het natuurlijk wel echt het hoofddoel om daar uiteindelijk goed te presteren. Ja, voor hem komen nu de cruciale jaren, denk ik. Die overstap van de junioren naar belofte elite. Ja, ik denk dat we over een jaartje of drie weer eens moeten kijken of hij die aansluiting heeft kunnen vinden. Het zou echt fantastisch zijn als dat lukt, maar ja, als het niet lukt in 2016 ben ik nog steeds niet zo oud, dus dan zou het ook nog kunnen.